1-1 en de wedstrijd is over. U ziet die twee ijzersterke handen van Ruska in de oksels grijpen. Dat is een positie waarmee je beide kanten uit kunt. Ja, voordeel! 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 Houtgreep! Houtgreep! Nou, geweldig! Yoko Shiokata mee, maar die Rus is sterk. Let die op, als Ruska dit houdt, zou geweldig zijn. Die Rus is sterk. Houtgreep! Geweldig! Weg met je hand, zegt de scheidsrechter. Hij is weg, de tijd is voorbij! Tweede keer goud voor Ruska! Ongelofelijke prestatie! 6 minuten en 2 seconden voor tijd. Ongelofelijk! Willem Ruska won in zijn judo-carrière 2 keer goud op de Olympische Spelen. 2 wereldtitels, 7 Europese titels en werd vele malen Nederlands kampioen. Ondanks al deze prijzen is Ruska in Nederland nooit geroemd. Het leven van deze Amsterdammer is altijd een strijd geweest. 5 jaar geleden kreeg Ruska een herseninfarct. De grote 115 kilo wegende Tarzan was geveld. Ja. Ja. Willem groeide op in de Mercatorbuurt in Amsterdam. Hij zei ooit over zijn jeugd. Toen ik in de derde klas zat, wist ik al dat ik sterk was. Ik kon iedereen op zijn broek geven en ik knokte met de sterkste jongens van de school. We maakten katapults en gooiden met stenen en maakten knuppels van kerstbomen en dan vochten we. Misschien heb ik het daar wel van geleerd. Ja, hij was wel altijd zelf op zichzelf gericht. Dat wel heel erg. Ja. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, hij kwam eigenlijk met alles op de eerste plaats. Ja. Ja. Niet dat hij egoïstisch was, want hij hield wel aan alle kanten rekening met me. Maar als hij ergens zijn zin op gezet had, dan gebeurde het gewoon. En hij was een beetje dwingeland. Oh, man. Dominant. Ja, nee, dat was heel erg altijd. Wat hij wel gebeurde. Dat is dus niet alleen bij hem, maar zijn bij veel mensen natuurlijk. Maar dat is gewoon zo. Dat is, Maar ik denk dat het ook een beetje met zijn sport te maken heeft. Want hij is natuurlijk altijd degene geweest die wil nummer 1 zijn. En die kan dus niet tegen verlies. Want al zou je een vlooienspelletje met hem gaan doen, dan moet je dat vlooienspelletje ook winnen. Binnen, ja. Willem? Ja. En met lage jassen, dan dat is, ging hij steken, zeg maar. Anton Gezing. Ja. Nee. Hoezo? Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ik ben waar. Nee, het is goed. Kom op. Nee. Waarom niet? Nou, dat is goed. Nou, vooruit. We willen zien hoe wat het wordt dan. Ja. Een beetje onstuimig vandaag. Nou ja. Hij kwam pas echt goed in mijn vizier in 1972. Dat was natuurlijk het jaar van Willem Ruska, waarin hij tweevoudig Olympisch kampioen werd in München. En toen die tijd kwam hij hier in Kennemieuw, in dit zaaltje, kwam hij wekelijks judoën. En daar stond ik als 18-jarige jongen, stond ik daar met mijn sportheld stond ik daar te judoën. En hij vond het ook leuk om met mij te judoën, omdat ik een middengewichtje was. Ik woog maar 80 kilo in die tijd, ja, of nog minder. En dat was lekker snel bewegen en op het juiste moment werpen en zo. En hij hield van het judospel. Wat voor indruk maakte hij toen op jou? Ja, dat is onvoorstelbaar. Die man die was uit graniet gehouden. Het was net alsof, als je met hem onder de douche stond, alsof het van een sokkel weggelopen Grieks beeld was, die even later weer op zijn sokkeltje moest gaan staan. Zo zag die man eruit. Hij was Wim Ruska en dat was hij eigenlijk altijd. Hij was dus op de mat en buiten de mat was hij Wim Ruska. En dat straalde die gewoon uit. En rechtlijnig in de zin van, in de positieve zin van op zijn doel af. Hij ging, dat was wat hij ging doen en daar kwam hij voor en daar werd niet...
mee gemarchandeerd, weet je wel. Hij kwam doen wat hij moest doen. Je bent nou weer volop een training. Hoe vaak train je nou in de sportschool van Cees Wenting hier zo? Nou, ik train hier dus gemiddeld dus 2 maal. Maar gelukkig heb hij, Cees Wenting dus ook nog de gelegenheid voor mij geschapen. Dus om ook nog hier op de VU te trainen. Dus overdag eventueel als ik terecht zou willen dus. En dan ga ik dus meestal met mijn eigen groepjes, onder andere Henk Hoek en Peter Adelaar en af en toe nog met een Eveleens en zo, dan ga ik daarheen en dan trainen we daar ook nog. Ja. En veel looptraining doe je ook wel? Nou, geregeld ja. Deze week zeker ben ik elke dag bezig geweest, maar over het algemeen toch niet minder dan 3 maal in de week. Ik ga toch altijd 10 kilometer per keer, denk ik wel. 6 uur per dag? Nou. Heel hard, hè? Ja, natuurlijk wel. 6 uur per dag, hè? Hardlopen. Trainen hard. Alleen maar trainen. Bergop was met hout, een palm op zijn nek, alles. Ja. Nou, dat was gewoon een gigant. Het is jammer dat ik moet zeggen, het komt aan bij mijn strot. Maar ja, en met boomstammen, hè? Kijk, ik heb het over boomstammen, kijk even. Met boomstammen trainen. Ik denk niet dat er een... Eens kijken wat erop ligt. Oké, even goed staan. Dat is wat, hè? Ja, dat is wat. Even het gewicht goed op 2 benen. Leg de knieën ook goed strekken. Ja? Oké, nou kom maar even. Kom maar even gooi je gewicht maar even in de strijd. En vang hem op, hè. Oh, dat was niks, hè. Dat is helemaal niks. Kom op. Even wat doen. Ja, kom maar, leg ze ook een beetje. Ik voel helemaal niks, joh. Ja, vang hem op. Oké, nee. Nou, voor echt, hè. Nou, Willem was een judoka die om te beginnen al in de zwaargewichtklasse een van de lichtste was. Hij woog in zijn toptijd 115 kilo en hij stond tegen mannen van 140, 150 kilo. Hij was 1,90, dus hij was ook niet buitensporig groot. Maar hij was vooral van boven in zijn schouders bijzonder fysiek ontwikkeld. En als hij dan een tegenstander had die dan erboven zat, en weer erboven zat, en weer erboven zat. Wat deed Ruska dan? Dan drukte hij hier, pakte hij deze hand wat lager en dan drukte hij hier... In die elleboog ging hij zwaar hangen. En hij leunde ook altijd een beetje op zijn tegenstander. Hij stond op zijn voorvoeten, ja, dus niet op zijn hele voet, maar op zijn voorvoeten. En hij drukte die zo zwaar op deze armen, dat zijn tegenstander die moest vanzelf wel eroverheen pakken. En op dat moment was Ruska op zijn best, op zijn sterkst. Dan kon hij bijzonder explosief zijn. Ik heb zelden zo'n explosieve kerel meegemaakt als Willem Ruska. En die gooide het open. Up. Goed, dat is punt. Ippon, winnaar. Kampioen van Europa bij de zwaargewichten is... Speelt men niet eigenlijk wel eens vals? Hij wil heel graag winnen. En dan worden de regels, wel eens wat opgerekt. En als je natuurlijk zo'n routinier bent... dan wist hij de regels natuurlijk op sommige momenten wel zijn kant uit te krijgen, ja. En kan je uitleggen hoe je dat dan doet? Want ja... Iets heel... Kijk, als jij nou de scheidsrechter bent, ja... En we staan zo te judoën en je kan het echt niet winnen, wat ik Willem wel eens heb zien doen, maar het mag geen naam hebben hoor. Dat is dan zorgen dat hij met zijn rug naar de tegenstander draait, of naar de scheidsrechter draait, inkomen met zijn Osautogari, ja, en hem met deze vuist, ja, even een klein stukje onder de kin, een beetje meehelpen, hop, en dan die worp maken, ja. Zodat die scheidsrechter dat kleine handelingetje nou net niet zag, ja. Hier naartoe en ponk en daar. Nou ja, dat vergeef ik hem graag. En dat is een mooie foto. Dat is de mooiste foto. Ja. Wat? Dat is? Wereldkampioen, Olympisch kampioen. Toen werd hij gehuldigd. Volgens mij was hij de grootste middenvak stond je. Ja, dat is... Wat is jouw mooiste overwinning, Willem? Nou, ik weet niet. Dat je wereld en Olympisch kampioen. Olympisch kampioen was geworden in München. Ja, goed zo. Ja. In welk jaar? München 1972. Nee, je zegt nu het laatste. 1972. Nou, daar blijf je bij hoor, ik vraag het voor je. Die 9 die komt echt niet. Kijk, wat een explosiviteit, hè? Moet je kijken. Wauw. Nou, die rust die kan geen kant op. Die probeert natuurlijk nog wat eronderuit te bruggen en te draaien. Maar Willem,
pakt zijn tweede gouden medaille. Nou, dat is toch... prestatie. 6 minuten en 2 seconden voor tijd. 2. En hier zitten die gouden. Daar zitten die. Dat zijn de... Ja, doe maar dicht. Ja? 2 keer Olympisch goud voor Ruska. Zelfs judoka Anton Geesink heeft dit niet gehaald. Dat zijn gouden, dat is dubbel Olympisch kampioen. Maar de topprestatie van Ruska werd ondergesneeuwd door het wereldnieuws. 9 leden van het Israëlisch Olympisch team waren gegijzeld door Palestijnse terroristen. Het drama eindigde in een bloedbad. De Spelen hebben toen 2 dagen stilgelegen, herinner ik mij. Avery Brundage, voorzitter, die na 2 dagen zei, the games must go on. En de Nederlandse NRC die had bepaald dat sporters zelf de verantwoording hadden. Zelf mochten kiezen of ze daar wilden blijven of niet wilden blijven. En veel sporters kozen toen, denk goed, na 1972, links beweging in Nederland. Ik geloof dat een uil aan het bewind was. Sporters keerden massaal naar huis. En die werden hier met open armen ontvangen vanwege hun ethische bezwaren die ze hadden om nog aan zo'n evenement waar zo'n drama had plaatsgevonden mee te doen. En Willem zei daar later over, ja, zo is Willem, die heeft zijn hart op de tong. Die zei, ja, degene die geen kans hadden op de titel, ja, die gingen terug. Maar dat gold niet voor hem. Hij had zich te barsten getraind om daar op zijn 32e, zeg maar, zijn staatsexamen judo te doen. Ja? En ja, voor hem was dat de enige, eerste en laatste mogelijkheid om het te doen. Ja, want er werd natuurlijk ook gezegd, Willem, in die tijd, van je had eigenlijk niet moeten vechten. Ja, dan ga je weg. Nee, natuurlijk niet. Oh ja. Ja, hij wou niet vechten. Maar de speler moest er gewoon door blijven gaan. Als de hele Olympische spel af had gelast, had hij waarschijnlijk ook niet meegedaan. Maar hij had er 4 keihard hard voor getraind om de Olympische medaille te halen. En die ken je niet. Dat je zegt van, nou, ik stop ermee, want het is heel erg wat er gebeurd is. Er zijn misschien enkele mensen die gestopt zijn met die sport. Maar die kon er toch niks bereiken daarom. Toen hij terugkwam in Nederland, ja, toen was die ontvangst hier natuurlijk uitermate lauw. Ik heb later begrepen dat hij van de Judobond Nederland als cadeautje voor zijn overwinning een huisbar kreeg. Bestaande uit een regenton met 2 klapdeurtjes. Waar je dan flessen in kon zetten, zo, die geloof ik zelf mocht kopen. En van de gemeente Amsterdam schijnt hij een envelop met inhoud te hebben gekregen van 600 gulden. Speelt zich dat van en hoe heet het? Stad Amsterdam? Ja, en het boek van Amsterdam. En het boek van Amsterdam. En ze kwamen niet eens persoonlijk, bij wijze van spreken, naar de luchthaven toe om te feliciteren of zo. Dat is allemaal later nog gekomen. Dus, en als je denkt dat er 10.000 mensen op stonden te wachten, en er stonden maar een handjevol mensen, ja, dat doet je natuurlijk pijn. En je vrienden waren er ook niet, of een paar vrienden maar dan. Dus eigenlijk die afschuwelijke toestand die dan gebeurde, is eigenlijk een schaduw over het judo van hem geweest. Als je in zo'n vliegtuig zit en je denkt dat je zit met een trotse kop, zit je daar in het vliegtuig. En je denkt, hey, half Nederland staat op je te wachten. En je komt er en een handvol mensen staan er al. Weet je, en dan ga je eigenlijk afvragen, hoe kan dat en wat blijft dat? En, ja. Terwijl van Anton Geesink mij spreken, zeg ik, half Nederland leegt niet. Dat was natuurlijk wel een beetje een deceptie voor hem natuurlijk. Hij had natuurlijk gedacht dat als hij terugkwam, dat dan ook iedereen, dat de deuren ook voor hem zouden openzwaaien overal. Maar ja, dat bleek niet het geval te zijn. Hij is dus ook vrij snel daarna met judo gestopt en toen is hij andere hobby's gaan zoeken. En dat sloeg om in zeilen. Hey. Dus toen wou hij helemaal niets meer met judo te maken hebben. Hier. Ja, dat ben jij. Ja. Nou, het begon namelijk met een TIA, maar dat was hersteld binnen 24 uur. En daarna wou je dus op vakantie, dus ik had wel gevraagd of we op vakantie mochten. Dus toen zijn we 3 weken daarna zijn we dus naar de Canarische eilanden gegaan. Toen gingen we naar het strand, want we hadden uitgerekend de hele week helemaal geen mooi weer. Dus we gaan met de taxi daar naartoe, stappen uit, ga een flesje water kopen en een krantje kopen. Dus ik kom terug en ik zie een heleboel mensen op straat. En dan zie ik Willem in elkaar gezakt.
En die zwaaien met zijn armen en knipperen met zijn ogen en bla bla bla. En ik denk, wat is hier aan de hand? En toen bleek dus dat hij een herseninfarct had. In het begin was hij natuurlijk halfzijdig verlamd. Dus de hele rechterkant was verlamd. Hij kon ook echt helemaal niets meer. En door zijn doorzettingsvermogen is gewoon een heleboel hersteld, zeg maar. Alleen dat praten, dat kan nooit meer hersteld worden natuurlijk. Hij heeft zijn eigen wel zo doorgeknokt, zeg maar, dus dat hij wel kan lopen. Niet ver natuurlijk, hij kan van hier tot aan de voordeur, zeg maar, en tot aan de auto lopen. En dan denk ik, ja, dat is toch de oude Willem. Dus die laat het er toch niet op zitten. Hij heeft altijd willen winnen, maar dit wil hij ook overwinnen. Willem Ruska heeft na zijn Olympische titels maatschappelijk, laten we zeggen, daar nou niet zo heel veel voordeel van gehad hier in Nederland. Dus voor Willem was dit een buitengewoon op zijn lijf geschreven manier om toch ook nog een beetje inkomsten te vergaren. Dus niet zo gek natuurlijk. Kijk, dat was het hotel waar de persconferentie. Daar was, verdomd zeg, wat leuk. Kijk eens even, daar zit hij. Dit was dus tijdens de persconferentie. Nou, er gebeurt vaak echt iets hilarisch. Hier worden de contracten ondertekend. Moet die contract rekenen dat hij verliest? Nou, dat is goed hoor. Ja, toch is het zo of niet? Ja, natuurlijk wel. Let maar op wat er zo meteen gaat gebeuren. Dus, maar tijdens die persconferentie was ontzettend vermakelijk dat de contracten werden getekend. En aan de ene kant Inoki zit en aan de andere kant Willem Ruska zit. En daar is een journalist die aan Ruska vraagt, meneer Ruska, hoe denkt u van meneer Inoki te gaan winnen? Waarop Willem zei, I take him by a sleep roll. En waarop die journalist vroeg, denkt u dat u daar nog net zo goed in bent als 16 jaar geleden? En waarop Willem tegen hem zei, in mijn ogen, de historische woorden, well, I could try it on you. Op dat moment zei Ruska tegen mij, jongen, wat zijn ze toch gekke, die Japanners, wat moet ik daar nou mee? En toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou, ik zou hem maar flink bewusteloos trekken, want anders sta je mooi voor gek hier. Kijk, ligt hij? Nou, je gooit hem wel een beetje erg hard nu. Hè? Nou, blijf even liggen. Dat was de verrassing. Even. Ja, natuurlijk wel. Ja, we hadden niet geloven. Hij dacht dat het grapjes waren. Ja, maar hij had nooit zijn mond meer open gedaan. Nee. Inoki Atta. Lieve kunnen we gaan winnen. Ding de donderdag. Tot daar zijn we op strijd. Hoe rust kan er eigenlijk wel tegen? Want uiteindelijk hield hij natuurlijk helemaal niets van verliezen. Zo gaat dat. Dat is natuurlijk ook een soort. Dat zal hij misschien toen hij meteen Olympisch kampioen was, zou hij daar misschien niet voor gekozen hebben. Maar toen hij een paar jaar verder was en de maatschappij hem iets minder vriendelijk na München 72 had ontvangen en behandeld dan hij misschien gehoopt had, was dit natuurlijk helemaal niet zo gek om dit eens een keer te gaan doen. Zeker de laatste superstar, Anthony Inoki. Ruska no KO de koshimeta. We worden nog ingehaald ook. Goedemorgen allemaal. De grootste klap is geweest dat hij van de doktoren te horen heeft gekregen dat hij afasie had. Maar ik wist ook helemaal niet wat afasie was en hij kon ook heel moeilijk praten. Tenminste, hij kon bijna niet praten. Dus toen kwam ik bij hem binnen en toen zei hij, ik heb afasie. Ik zei, ja, maar wat is dat dan? Nou, toen heeft de dokter me dus uitgelegd wat afasie betekende. En dat vond hij eigenlijk het allerergste. Want het was altijd een gezellige prater. Willem was altijd aanwezig. Ja, en dan heb je dit. Eigenlijk zit je dan ook opgesloten bijna in je eigen lichaam. Ja, je zit ook opgesloten in je eigen lichaam. Want wat je wil zeggen, dat komt er niet uit. Dat is heel moeilijk. Het is heel frustrerend. En af en toe is je ook heel erg boos.
Ja, dan komt hij er niet uit. En ik begrijp het niet altijd. Voor dat cadeau wil ik je hartelijk bedanken. De man moet hard voor de kost werken. Prima. Oh, ik ben zo moe. Ik ga lekker lang uit liggen. Moeder zei tegen haar rumoerige kinderen, willen jullie nu eens met het lawaai opruimen? Nee. Ja. Moeder zei tegen haar rumoerige kinderen, willen jullie nu eens met dat lawaai op? Ja, het begin is goed. Ja. Willen jullie ermee op? Nee. Dat opruimen kwam in de vorige zin voor, hè? Dat zit nog in je hoofd. Ja. Ja. Een ander woord voor stoppen is ermee stoppen. Ja. Ja. Of ermee ophouden. Heeft hij het gevoel, denk je, dat hij wel een beetje gewonnen heeft? Of denk je dat hij toch het gevoel heeft dat hij verloren heeft? Ja, hij heeft natuurlijk, ja, hij heeft wel verloren, ja, inderdaad. Maar hij probeert wel te overwinnen. Maar de eerste 4 jaar is gewoon voor hem ook vreselijk zwaar geweest. Want hij kon het niet accepteren en hij wou het ook niet accepteren. En dat is ook heel erg moeilijk. We hebben ook vreselijk veel gehuild, dag in dag uit. En we hadden het er alle twee heel erg zwaar mee natuurlijk. Kijk, hij stond altijd in het middelpunt van zijn leven. Hij had altijd alle aandacht van iedereen. Ja, en dan op een gegeven moment, dan moet je dit verwerken. En dat is gewoon heel erg moeilijk om te verwerken. Nu de laatste jaar, zeg maar, gaat het wel ietsje beter. Hij heeft het nu eindelijk accepteren, denk ik, dat je dat nooit doet. Maar hij is wel zover dat hij denkt van, ja, ik word toch niet meer beter. Zou je deze foto's eerst in de juiste volgorde neer willen leggen? Ja. Ja. Hartstikke goed. Wat zie je? Oh, wat is het? Over wie gaat het? Het is een vrouw. Nee. Ja. Ja, hoor. Voor mij is het gewoon verschrikkelijk zwaar. Echt verschrikkelijk zwaar. En het is ook heel moeilijk voor mij om het te accepteren. Heel moeilijk. Je hebt gewoon een hele andere man. Ja. Je moet gewoon zien dat... het is natuurlijk een patiënt. Hij heeft ook wel eens tegen mij gezegd van als mijn auto eens een keer dit en dat gebeurt, dan moet je me wegknijpen. Ja. En dat was ik in het ziekenhuis. Toen kon hij wegknijpen, dus dat zo'n verwurging. Nou, dat kan hij, maar dat kan ik ook. Kan je ook wegknijpen. En toen zei hij op een gegeven moment van als mij dat ooit gebeurt, Joop, laat me nooit in die rolstoel zitten of wat dan ook, dan moet je me wegknijpen. Dus op een gegeven moment, toen hij wat beter, dat hij weer een beetje aan het lachen begon te raken, toen zei ik, Willem, ik zeg, moet je nog wegknijpen? Nou, daar wou die allemaal nooit meer wat over horen natuurlijk. Ja, af en toe dan word ik wel eens boos en dan zeg ik, ik ga weg en zoek het maar uit. En dan lacht hij maar hard uit. Of je zegt, oh, dat doe je toch niet. Dat doe ik ook niet hoor. Maar af en toe dan denk ik wel eens, jongen, wat erg. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ik ben het feestje begonnen en we maken het feestje maar af. Ja. Ik ken hem al jaren 40, maar ik geloof dat ik die medaille eens één keer gezien heb. Die heb ik nooit zien. Want als je dit wilde doen, dan... Nee, dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Hij liep er niet mee te koop. Ja, als ik dat zou hebben, heb ik een verrassing voor hem, dan moet ik ze elke dag mee. Ja, maar zo ben ik. En hij is niet zo. Ja. Kijk, eens kijken hoe dat is. Dat is toch uniek in de wereld, of niet dan?